Wij maken het daarna niet meer bij deze omvang, we gaan nu. Nee? En voor alle anderen, zometeen aan het eind van de XP-meeting, ligt erin klaar. Dus. Huis van onze stad is de titel. Nou, het was vanaf het begin was het uitgangspunt wat de gemeente ons mee had gegeven. Dus we moesten ook onze visie geven op hoe wij dat gebouw dan duurzaam gingen maken. En dat is een van de redenen waarom we ook uitgekozen zijn als bureau. Omdat we daar gewoon een hele heldere visie op hebben. En dat het ook om meer gaat dan alleen maar energie. Maar dat het ook gaat over hoe je met je mensen omgaat. Wat het voor de gezondheid kan doen. En wat het ook nog aan bewustwording kan doen. Van mensen, zodat de impact groter wordt dan alleen het gebouw zelf. Het is heel breed. Het gaat over, nogmaals, over gezondheid, over flexibiliteit, zodat het ook duurzaam kan blijven in de toekomst. Energie, water, afval, landschap en ecologie. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die in het gebouw ook echt geïntegreerd zijn. Dus landschap en ecologie, bijvoorbeeld in het dak en in de omgeving. Energie met de warmte-koude opslag en ledverlichting. En nou ja, zo alle 8 thema's hebben een plek gekregen in dit gebouw. Vanaf het begin af aan was de ambitie van de gemeente helder. En dat was BREEAM Excellent. Er was nog geen stadhuis dat zo duurzaam was. We zijn ook de eerste die nu gerealiseerd is. Er komen een paar dit jaar, als het goed is, nog aan. Die ook hetzelfde certificaat ongeveer halen. En dus daar hebben we heel scherp die afgelopen jaren op moeten sturen. Tijdens het ontwerpen, maar ook tijdens het bouwen. Om te zorgen dat het ook echt behaald wordt. Want het wordt heel streng gecontroleerd. Nou ja, onze rol is natuurlijk vooral tot aan de... ontwerpcertificaat, dus dat is bij de startbouw, is het allemaal zo ontworpen dat het dat zou kunnen halen. Maar ja, dan moet de bouwer het ook nog waarmaken. Nou, dat gaat ook wel samen met ons, maar dat ligt vooral bij de bouwer. Nou, nu is gelukkig gebleken dat we daar met vlag en wimpel doorheen zijn gekomen. Dat... 70% van de punten die je kan halen, moet je 70% halen om excellent te zijn. En we hebben 78 punten gehaald. Ik ben heel erg trots op dit gebouw. En dan komt er nog bij dat je uit Almelo komt, van oorsprong. Dat maakt het allemaal nog veel bijzonderder natuurlijk. Ja, nee, het is heel gaaf om hier elke keer weer te komen. Om te zien dat het allemaal goed werkt. Dat de mensen blij zijn in het gebouw. En dat het financieel ook is meegevallen. En dat de energieverbruik zelfs meevalt. Dus alles helemaal goed. Mooi.